jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe episode van Live Party Games. En vandaag is het Sharpshooter. En ik heb je flauw idee welk wapen is. Volgens mij een AN94, dat ik zo zie. En we spelen op Downhill. En het is geen AN, het is een... Weet je ding ook weer? M1014? M1216. M1014 is... ook een shotgun, maar dat is een andere. In ieder geval, die zit niet in dit spel. Maar oké. Okay. Zat er best wel ver naast. Ik dacht gewoon dat dit een AN was. Ja, ik denk, ik schiet niet zoveel range, heb ik niet schiet, ik heb ik helemaal geen range. Damn. Oh, lag match. Die vent is ook immortal. Ik schiet in zijn rug en hij wint nog een gunfight van iemand anders. Sit down, Sunny. Oh shit, een brug. Oh crap, jij staat niet op de kaart, dat is bullshit. Jij wel, maar dat maakt niet uit. Oké, nog eentje hier. Oh fuck. Oh for fuck's sake. Die mensen zijn allemaal aan de andere kant. Dat is irritant. Spannen ze dus in mijn rug, zie je? Als je nou wegloopt, spannen ze in je rug. Maar ik kan gewoon die kant op. 5 om 1. Oeh, bijna 5 om 2. Maar net niet. 6 om 1. En hallo. Hallo. Hij komt niet tevoorschijn. Shit. Damn, die is slecht. Kan ik net zo goed op afrennen. Nee, er zit er eentje, maar die is wel, denk ik wel goed. Die zit me op te wachten zo. Nee, die loopt gewoon verder. Ook goed. Oké, het gaat nog allemaal... Het gaat nog allemaal perfect. Dat kan het goed laten. Hoeveel ammo heeft dit ding? 10 om 1. Oh, nee. Waarom dit? Het ging allemaal zo goed totdat dit kwam. Wow, dit is echt shit, maat. Hiermee kun je toch nooit streaks halen. Zeker als er meer man op je afkomt. Nee, fuck. Damn. Ik kan zeggen... Nee! Hij was... Hoe de fuck was hij niet dood? Oké, daar heb ik een probleem. Ja, ik werd van twee kanten... Nah, no. Hij ging niet dood. Dat was echt random, man. Hij had iemand anders... Hij was bijna al dood door iemand anders. En dan schiet ik hem nog 3 kozen in zijn kop. En dan zegt hij, nee. Als ik dit ding net had gehad, hè, dan stond ik nou 20 om 0. Makkelijk praten natuurlijk. Als. Nee, maar even serieus, jongen. Waarom geven ze me dan net het slechtste wapen in heel het spel? En dan ook nog Akimbo. Maak het nog slechter. Oh, jezus. Dit is irritant schieten ineens. Red dot. Wie zet hier een red dot op? Oh, shit. Oh, die was slecht, die kill. Oh. Hij oma niet, hij oma wel, hij loopt gewoon weg. Ik heb hier nooit red dot op, ik heb hier altijd een long barrel of een extended mags op. Ik snap niet waarom mensen overal red dots op gooien, vooral submachine guns, pistols vind ik echt zo nutteloos. Ook al vond ik dat single shot pistooltje van net al chill. Wauw, hoe had ik die verloren, maat, kan niet. Iemand zit 1 om 17, tering. Niet nog een keer. Niet nog een keer. Daarna iemand... God, die mensen zijn allemaal zo ver weg. Ik span heel across, gewoon. Nee. Shit, pas op voor mijn rug. Want ze spannen waarschijnlijk iedere keer daar. Daar moet je voor oppassen. Dus eigenlijk moet je nooit zo lopen. En hier moet ik eigenlijk ook niet staan, zie ik wel. Turner, bitch. 2-3. Het gaat lekker. 1-3. Die mensen zijn wel super bad hierin. Hier moet ik eigenlijk makkelijk streaks kunnen halen. Maar ja, je moet gewoon even een beetje fatsoenlijke wapens krijgen. Ik dacht dat ik een shotgun had. Ik zweer het je. Ik dacht serieus dat ik een shotgun had. Verwacht, health regenerator. Ik weet niet op wat voor streak nou zit. Volgens mij op een redelijk mooi iets. Pas op voor hier, want die spawnen ze net ook. In dat huis. Nice, nice, nice. Double points. Ik ben niet de enige die streakt, hè. Dat is wel chill. Want ik kan dit nooit meer verliezen, gewoon. Totdat ik dood ging. Nee, maar ik bedoel, kijk eens naar mijn keer 2 points. Dat bedoelde ik. Die gunfight flow was wel bad. Ik loop echt niet zo. Je ziet, want als ik nou hier recht vooruit was lopen en dan rechtsaf, dan kwam ze precies in mijn rug. Maar hij komt nou niet. Oh shit, zit gewoon boven. You gotta be kidding me. Nou zit er ook in mijn rug. Ik moet nou echt oppassen. Ja, ik kon niet kiezen. Ik kon niet kiezen! Oh, Syndicate wannabe. Leuk. Damn, wat is dit voor spawn? Ah, hij spant in mijn rug, die kerel. Niet eerlijk, nou ga ik ineens 3 keer dood of zo. 4 keer of wel. Kaart kijken, jongen. Say cheese. Oh shit, nog eentje. Die was fucking nice. Recht in zijn kop. Nice, nice, nice. Ik krijg een bericht. Ja, ik had het ooit gevraagd, dus even response. Maar die ga ik zo meteen wel lezen. Ah, jammer. Ik wou nog 30 kills. 28-6. Ik heb volgens mij best mooi gespeeld. De mensen waren best wel bad. Dan ga ik op het laatste nog even een paar keer op rij dood. Maar ja. Deze serie, ik doe hem niet wekelijks. Ik doe hem zo nu en dan een keertje. Ik weet niet, ik bedoel... Persoonlijk, ik vind het leuk om te doen. Maar ik denk niet dat het altijd even interessant is om te zien. Een paar van die party games. Maar ja, in ieder geval vandaag weer een nieuwe. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik hoop dat ik op deze video 350 likes kan halen. Ik zie het wel of jullie lukt. Het maakt me in principe niet uit. Maar gewoon, we proberen gewoon die likes een klein beetje omhoog te krijgen. Het ging echt naar beneden, naar de 200. En sinds een paar video's gaat het allemaal goed. Dus hopelijk 350 op deze video. En dan ga ik zo meteen Origins spelen. Dus die nieuwe zombie map die komt binnenkort dus ook online. Ik ga die zo meteen spelen. Gelijk nadat ik deze video heb geüpload. En niet heb geüpload, aan het uploaden ben. Ik doe het tegelijkertijd, want zombies hoeft toch niet online. Dus dat is chill. Dus ik blijf doorzeveren. Fijne dag, houdoe, like, adios.